De Eredivisie is terug na de interlandbreak. Afgelopen vrijdag trapte FC Twente en Heerenveen met een doelpuntrijke wedstrijd het weekend af. En gisteren waren er nog eens drie wedstrijden die de stand in de pure energie Eredivisie vrouwen volledig op zijn kop hebben gezet. Na praten over de achtste speelronde doe ik vandaag met onze vaste expert Lucienne Rijgaard, Twente-icoon Maud Roetgering en straatvoetbalkoningin Rocky Heakaya. Wij gaan beginnen. Ik herken dat helemaal niet van mijn tijd bij Ajax. Weet je, je moet het vertrouwen ook hebben en gewoon doorgaan waar je mee bezig bent. Ik stond achterin bij het balkon en stond Alex Scott met Serena Williams. Serena Williams. Ja, welkom bij Pure Energie, Eredivisie Vrouwen, de talkshow. Wil je altijd op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen van het Nederlandse vrouwenvoetbal? Abonneer je dan vooral op onze talkshow via YouTube of je favoriete podcast app. Ja, we zitten vandaag weer in Zeist, maar de oplettende YouTube-kijker die heeft wellicht al gezien dat we even op een andere plek zitten dan normaal. We moesten de studio even verplaatsen. Maar gelukkig heb ik een vertrouwd gezicht naast me en dat is ADO-bestuurslid Lucienne Rijgaard. Hele goedemorgen. Goedemorgen, gezellig. Ja, je hebt dit weekend even staan spacen, hè? Ja, ik heb mijn astronautenpak aangetrokken. Ja, ja. Ja, je vierde Halloween. Dat zag er echt ontzettend goed uit voor iedereen die wil zien hoe het eruit zag. Check ook even bij ons op de YouTube-pagina je deze beluistert. Maar het was echt een supergoed pak. Heb je zelf die helm in elkaar gezet met aluminiumfolie? Of hoe heb je dat gedaan? Ja, we hebben dus jaarlijks en we hebben een vriendengroep. En dan doen we jaarlijks en hebben we ook allemaal prijzen die we weggeven. Dus wij doen dit jaarlijks. En er is iemand op 31 oktober jarig. Ja. Het is standaard een Halloweenfeest. En wat we dus doen, het was een oude motorhelm van mijn zus. Het was zwart, dus heb ik wit gespoten. En de voorkant hebben we met zo'n warmtedeken, want ik kwam in een verbanddoos nog zo'n warmtedeken tegen. Want ik ben eigenlijk wel iemand die altijd van niet zooi kopen, maar even kijken wat ik in huis allemaal heb. Kijk, recycle. Er lag nog een warmteken, wel weer een nieuw warmtedeken gekocht uiteraard. Mocht het ooit nodig zijn, is het ook wel handig om wel weer te hebben. Precies. Geknipt en eigenlijk die voorkant dus met dat goud beklad. En de rest een corona-covid-pak was het, uit het ziekenhuis, wat anders weggegooid wordt. Echt goed hoor, jongens. Zo krijg je uiteindelijk een astronautenpak. Heb je gewonnen? Ik heb gewonnen. Hey, ja, het moest echt, want ik heb dus eigenlijk... Nou, het was een fles wijn, maar die hebben we daar natuurlijk gewoon gelijk genut. Die hebben we gewoon gelijk gedeeld. Maar ik heb al jaren eigenlijk niet mijn best gedaan. Dus nu had ik echt zoiets van, het wordt nu tijd dat ik een keer ga winnen. Dus ik heb de hele week voor uitgetrokken. Nou, jongens, applaus. Dit vind ik fantastisch. En wat op zich heel grappig is dat wij vlak hiervoor een gesprek hebben gehad waar ik net Halloween heb lopen afzeiken. Dus je had wel even... perfect toch? Maar dat het heel commercieel was. Jij zei dat het commercieel was en Lucienne heeft alles gerecycled. Ja, maar dat hou ik helemaal niet van. We hadden en dan geen spinnen voor de deur. Okay. Nee, precies. Ah, Lucienne, gelukkig weer terug op aarde en hier aan heel fijn dat je er weer bent. Ja. Naast mij ook een ex-profvoetbalster, eigenlijk gewoon een icoon van FC Twente, Maud Roetgering. Hele goedemorgen. Goedemorgen. Heb je ook Halloween gevierd? Nee. Dat ik niet? Ik was samen met Rocky Halloween aan het afkraken. Dat is zo, ja. Heb je wel een goed weekend gehad? Ik heb een leuk weekend gehad, ja. Ja, een beetje voetbal gekeken? Ja, ik heb vrijdag Twente Heerenveen gekeken natuurlijk. En ik ben gisteren bij een vriendinnetje van mij Excelsior Feyenoord wezen kijken. Kijk. Dus druk. Nou, daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Welkom in de studio. Ja, en dan de laatste gast. Wat doet zij niet, zou ik bijna willen zeggen. Geen ex-profvoetballer. Geen ex-profvoetballer. Wel MC bij de Oranje Leeuwinnen. Ze is directeur van Favela Street. Ze was het eerste vrouwelijke karakter in FIFA. In het straatvoetbalteam. In het straatvoetbal. Maar wel als eerste vrouwelijke, inderdaad. Ja. Ja, Rocky Heakaya, hele goedemorgen. Goedemorgen. Ja, leuk dat je er bent. Jij had ook een druk weekend, geen Halloween gevierd, voor de goede orde. Maar zaterdag had je wel iets heel bijzonders in Tuschinski. Ja, we hadden de première van onze korte films, van onze projecten in Curaçao en in Amsterdam-West. En leuk feitje is dat ik dat heb laten maken van het geld wat ik heb gewonnen met Wie is de Mol. Dus dat was dat vond ik wel heel belangrijk om eindelijk dat werk wat we doen visueel te maken. Want heel vaak zeggen mensen wel van, oh ja, we weten wel een beetje wat je doet. Maar echt de mensen die in de zaal zaten, die zaten echt met tranen in ogen met, oh wauw, wacht even, dit is wat jullie doen en dit is waar jullie voor staan. De diepte van de voetbal is gewoon puur het instrument en het gaat veel verder. Maar het was gewoon heel mooi om ook alle meiden uit Amsterdam-West in de zaal te hebben. En we hadden echt
een volle zaal op een druilige zaterdagochtend. Ja, ja, dat is heel bijzonder. Dus ik ben een gelukkig mens. Ja, het was fantastisch. Ik zag het online ontzettend veel voorbij komen. Kunnen wij het nog ergens gaan zien? Ja, we willen het heel graag online ook gaan aanbieden. We zijn nog wel even aan het kijken of we het ook op televisie kunnen krijgen. En zodra we dan merken dat het niet gaat lukken, dan gaan we het online gooien. En dan, dan kan iedereen het gaan bekijken. Ja, super. Ja, over al jouw projecten komen we zo meteen nog uitgebreid terug. Eerst gaan we naar de loting van de Oranje Leeuwinnen. Want we weten tegen wie we zijn ingedeeld voor het EK vrouwenvoetbal van komend jaar. Pool C is het geworden met Zweden, Zwitserland en Rusland. Rocky, jij was bij de loting. Hoe was dat? Ja, jeetje, dat was echt een cadeautje. Dan zit je daar en dan denk je, tenminste, je krijgt eerst de uitnodiging van wil je daar naartoe? Want ik maak ook een podcast voor de UEFA. Hele originele naam, de voetbalpodcast. Mooi. Ja, heel leuk. Ja. Als je die nog niet hebt gecheckt vanuit We Play Strong, mag ik die hosten. En het toffe was eigenlijk, werd gevraagd van wil je daar naartoe komen? We krijgen dan de loting en daarna ga je met Lucy Bronze en Rachel Furness eigenlijk het gesprek aan met hoe dat was. Gaaf. Heel tof. Ja, ja. En wat op zich een grappig feitje was, ik stond achterin bij het balkon en stond Alex Scott met Serena Williams. Serena Williams. Williams. Een andere icoon. Een andere, ja precies. Maar ook heel grappig om Serena in die setting te zien. Ja. En hey, ja. Weet je wel, nou, ja. Oké, bondscoach van Engeland, natuurlijk grote mevrouw daar. En ik stond achter een balkon en toen zeiden de mensen van UEFA, ja, je moet even in de zaal gaan zitten, want we gaan beginnen. En ik zei, nee, ja, ik sta hier eigenlijk wel prima. Toen was van, nee, je moet daar zitten, want anders is er een open plek. Toen zat ik dus eerste rij. Je was echt in beeld. Ja, maar, ja. Oh, echt? Ja, je was echt in beeld. Het was, ook wat ik heel grappig vond, was dat dus drie rijen achter mij, Jessica Torney en andere mensen van de KVB zaten. En ik ging even gedag zeggen en zei, echt zo, waar zit jij? Daar. Front row. Ja, echt zo ongeveer naast Alexander Tcheverin. Maar dat was echt... Ja, ik voel me dan bijna een soort imposter. Dat ik denk, hoezo mag ik hier zitten? Weet je wel, ik vind dat echt heel, heel bijzonder. Ik vond het ook echt een hele dikke show. En ja, ik heb wat mensen gesproken, onder andere ook van Nike. En zij gaan daar echt nog meer geld tegenaan knallen volgend jaar. Ja. Dus dat wordt echt een heel groot feest. Ik was heel blij om daarbij te echt zijn. Echt heel tof. Heel erg tof. En Lucien, als we kijken naar de loting, hoeveel kans hebben wij om hier in ieder geval doorheen te komen door de pool? Ja, Zweden is natuurlijk ontzettend goede tegenstander. Ik was al lang blij dat in ieder geval Spanje niet in de groep erbij zit. Want ik denk dat wel een angstgeking is naar de laatste keer. Maar ja, Zweden, ja, weet je, het is een moeilijke pool. Maar vooral Zweden. En ik denk dat je van Zwitserland ook niet moet onderschatten. Ik denk dat ze de laatste jaren best wel wat kwaliteit hebben gekregen. Jonge meiden die goed zijn. Dus dat wordt nog wel dat ik denk van ben benieuwd. Maar ja, in principe op papier moet je daar van de andere twee teams winnen. Ja. Dus ik ben heel benieuwd. Leuke pool. Ja, zeker. Maud, heb jij al wat Twente speelsters gesproken ook over deze loting? Nou, niet per se over deze loting, maar het is natuurlijk wel vrij kort alweer tot het volgende toernooi. Ja. Twee keer knipperen, ze zijn er weer van de Olympische Spelen en over 9 maanden staan ze alweer in Engeland. Dus het gaat aan 1 stuk door. Ja. Daar ging het vooral over. Ja, het is inderdaad komende zomer kunnen we ervan gaan genieten en dan gaan we zien of we in ieder geval door de pool heen komen, maar... De vibes zijn hier in de studio goed, dus ik ga daar ook voor dat het ons lukt. Zou inderdaad. Moeten lukken. Ja. Ja, voordat we naar de uitslagen en de stand gaan, moet ik nog heel eventjes iets rechtzetten. Want 2 weken geleden zei ik eigenlijk in de vlaag van verstandsverbijstering dat Excelsior ergens op een veldje achteraf speelde. Ja, dat is natuurlijk helemaal niet waar. Excelsior speelt gewoon de wedstrijden in het Van Dongen en de Roos Stadion. Dus bedankt iedereen die mij heeft gewezen op de fout. Sorry dat ik dat gezegd heb. En blijf vooral ook mailen en schrijven als ik iets fout zeg. Want ik lees het allemaal en ik zet het ook weer recht. Dus... Dan hebben we dat ook maar weer gehad. De uitslagen van de 8e speelronde in de Pure Energie Eredivisie Vrouwen, die waren als volgt. Twente verpulverde Heerenveen met 8-0 vrijdagavond. Ajax won van de voormalig koploper PEC. Het werd 1-3. Feyenoord won de Stadsderby tegen Excelsior met 1-2. En PSV won nipt van VV Alkmaar met 1-0. En dat geeft dan de volgende stand. Feyenoord is de nieuwe koploper met 14 punten uit 7 wedstrijden. En bij winst pakken zij volgende week de allereerste periodetitel. Daarover zometeen meer. Twente, Ajax, PSV en PEC die staan daar allemaal onder met 1 punt minder. Ze hebben 13 punten. ADO staat 6e met 9 punten. Heerenveen en VV Alkmaar staan daaronder met 6 punten. En Excelsior staat onderaan met 2 punten. Ja, dit jaar spelen we eigenlijk anderhalve competitie. Dat betekent dat iedereen 3 keer tegen elkaar speelt. Dat is makkelijk uit te leggen. En dan hebben we nog een systeem met periodetitels en de Eredivisie Cup. Lucien, ja. Hoe zit dat? Ja, wat ik zei vorige keer al, ik ben heel blij dat in ieder geval de play-offs eruit zijn. Want dat was eigenlijk eerst al de instantie dat je ergens
halverwege, het is iets verder dan halverwege, dan werd het opgesplitst. En dan moest je maar net, zeker bij ADO, waar ik dan natuurlijk fan van ben, altijd maar weer zien dat je aanhaakt. De eerste drie waren vrijwel duidelijk altijd. En dan was het PEC Zwolle, ADO, wie zat er altijd bij? Uiteindelijk was dat ADO. En nu heb je een hele competitie. En ik denk dat dat ook gewoon goed is. Want je ziet het nu wel, wat wel blijft bij de Eredivisie Vrouwen, dat het toch wel onvoorspelbaar blijft. Dat zeker. Aan de ene kant leuk, maar ik denk dat het goed voor het vrouwenvoetbal wordt als het wel wat meer voorspelbaar wordt. Want dat betekent dat je eigenlijk ook kwaliteit laat zien die je elke keer weer ook laat zien. En nu zie je dat toch iedereen van elkaar nog kan winnen. Maakt het voor de kijker heel erg leuk. Maar ik denk dat voor het vrouwenvoetbal wel belangrijk is dat daar groei in komt. En ook dat zie je eigenlijk ook bij Twente deze afgelopen wedstrijd. Ja, 8-0. Dat is een perfecte en enorme uitslag voor Twente. En dat doen ze ontzettend goed, maar eigenlijk mag dat niet, vind ik. Nee. Daarover zometeen inderdaad meer. Maar die periodetitels, dat houdt eigenlijk in dat als je periodekampioen wordt, je uiteindelijk strijdt om die Eredivisie Cup aan het einde precies van het seizoen. Ja. Hè? Want eerder was dat tussen het seizoen door vervlochten. Eigenlijk speelde je dan, 6-7 keer tegen elkaar en dacht iedereen van, nou moeten we weer. En nu is die Eredivisie Cup aan het anders einde neergezet van het seizoen. Ja. Ja, nog een prijs die je dus kunt pakken. Feyenoord is heel dichtbij de eerste periodetitels. Hij won de derby tegen Excelsior. Maud, jij was erbij. Ja. Was het echt een lekkere derby? Ja, eigenlijk wel. Het was best een hele spannende wedstrijd. En vooral de tweede helft. Op voorhand denk je Feyenoord gaat die wedstrijd winnen. Excelsior zakte best wel ver in. Waardoor in de eerste 60 minuten Feyenoord ook echt het spel had. Alleen zij kwamen er gewoon niet heel makkelijk door. Weinig kansen. En op een gegeven moment rook Excelsior natuurlijk van, oké, misschien valt hier wel wat te halen. En die besloten de laatste 20 minuten om druk te gaan zetten. Nou, en toen werd het echt spannend. Zelfs zo spannend dat Feyenoord, vind ik bizar, in de 90ste minuut gewoon in de hoek de bal probeert vast te houden om tijd te rekken. Wow. Ja. Dus, eigenlijk zegt dat genoeg. Ja, dat zegt genoeg. Het was echt heel spannend. En wat ik zei, ik was daar voor Sabrine Lucie, vriendin van mij. Nou, die had nog kans op de 2-2. Die miste dan helaas die penalty. Maar het was echt een hele leuke wedstrijd. Ja, echt en op en neer. Gelijkspel was ook zeker niet onverdiend geweest. Is dan toch zo'n derby, hè? Daar komen toch andere energieën vrij. Het stadion zat ook best vol. Ja. Veel Feyenoord supporters. Van Dongen in de Roosstadion. Van Dongen in de Roosstadion. Jawel. Ja, het was inderdaad echt een enerverende wedstrijd. En Feyenoord kan dus die eerste periodetitel winnen. Ongaaf. Als zij winnen vrijdag van Maud FC Twente. Ja. Zit er al een beetje angstzweet bij de dames, denk je? Nee hoor, zeker niet. Zeker niet. Nee, we hebben een goede week gedraaid, denk ik. Dus als je met de 8-0 overwinning niet positief naar vrijdag toe kan, dan weet ik niet meer wanneer wel. En waar wordt dat gespeeld? Sorry, is dat in... Dat is op Valkenoord. Oké. Ja, dus dat is wel gaat altijd wel lekker. Als er een wedstrijdje waar ik naartoe moet gaan, dan is dat denk ik. Ja, want Rocky, hoe vind jij dat Feyenoord is toegevoegd ook dit seizoen aan de competitie? Ja, allereerst super tof. Ik denk ook de strategie hoe ze daar naartoe hebben gewerkt. Hoe Manon Melis dat zeg maar heeft gedaan. Hè. Eerst te denken van, oké, we gaan eerst even het fundament neerzetten. En daarna, als we voelen van we zijn er klaar voor, dan gaan we die Eredivisie in. Dat vind ik echt, denk ik, heel, heel knap hoe ze dat hebben gedaan. Ja, je hebt natuurlijk ook wel echt een naam. Dus als je dan spelers bij je club gaat halen, dan heb je ook echt wel wat te bieden. Ja. Dan krijg je meteen ook die pikante overstap van bijvoorbeeld Samantha van Diemen die dan voor Feyenoord kiest. Vind ik echt een topper van een speler ook. Kan je er goed bij hebben. Ja, en dat ze dan zo presteren. Ik heb hier wel een ring om met drie kruisen. Maar in het vrouwenvoetbal merk ik dat ik veel neutraler ben. En dan echt dat heel tof vind. Hoe goed ze dat doen. En ik ze dan ook stiekem dat wel gun. Ja. En dat merk je hier sowieso iedere week wel. We hebben het iedere week over Feyenoord. En volgende week, wie weet. Zijn zij gewoon de eerste periode kampioen. Dat zou wel heel bijzonder zijn in ieder geval voor ik die zie daar een soort van gaan we nog wel even bekijken. Gaan we het nog over hebben, Mouten. Ja. de messen worden hier geslepen op rechts voor mij. Ajax die won en drukt daarmee PEC verder naar beneden. En eigenlijk is Ajax weer een beetje back in the game, Lucien. Ja, nee, ze hebben terecht gewonnen allereerst. Dus ze hebben echt herpakt. Ze begonnen goed, heel goed aan de wedstrijd. Dat zie je gelijk, de scherpte was er, de bravoure, de lef. Eigenlijk wat ik een beetje miste de laatste weken. Is het wel een persoonlijke fout bij de verdediging van Zwolle. Eigenlijk bij het uitverdedigen eigenlijk dat er goal komt. Maar ook dat is echt nog pure klasse. Hoe Victoria Pelo vanuit die positie met 4-5 mensen om haar heen een goal weet te maken. Ja, die heel kapte belangrijk. Er even in één keer drie uit. Ja. Ja, en daarvoor ook bekoren, Rocky. Ik heb het helaas niet gezien. Als ik dit zo hoor, moet ik dat gaan terugkijken. Ja, dat was een goede actie. Ja, was een goede goal. En eigenlijk daarna, dat vind ik jammer. Wat je eigenlijk bij Twente ziet, is dat er dan doorgepakt wordt en vertrouwen is. En je maakt eigenlijk zo'n wedstrijd af door gewoon
verder te gaan met waar je mee bezig bent. En wat ik dan zie bij Ajax is dat ze toch wat achterover gaan hangen. En ja, de term angst om te verliezen wordt wel vaker genoemd daar. Ik weet het niet. Ja, ik herken dat helemaal niet van mijn tijd bij Ajax. Weet je, je moet het vertrouwen ook hebben en gewoon doorgaan waar je mee bezig bent. En dat vind ik wel zonde, want je geeft eigenlijk PEC Zwolle de ruimte om in de wedstrijd te komen. Ja. Doen ze goed in de eerste helft. Maar tweede helft herpakte Ajax zich. Nou ja, Romee Leugter was een gouden wissel. Ja, twee doelpunten. Twee doelpunten. En ja, Ajax terecht gewonnen, wat ik zeg. Uiteindelijk pakken ze het goed op tweede helft. Maar eerste helft, ja, maak je het toch nog wel lastig. Zelf. Ja, maakt het ook nog wel spannend. Want die goal van PEC, die komt eigenlijk doordat zij druk zetten op de verdediging. En dan kun je nog twisten of het een wel of niet een overtreding is op Lisa Doorn. Maar dat kan je zelf ook voorkomen op dat moment. Ja, dat kun je voorkomen, inderdaad. Ja, je moet daar eerder al die bal wegschieten. Je moet je lichaam tussen houden. Je maakt je echt jezelf moeilijk in die situatie. En dan uiteindelijk, ja, inderdaad, het is een twijfelgeval of hier een vrije trap. Maar nogmaals, je kan het zelf voorkomen. Ja, zeker. Ja, Maud, natuurlijk Ajax ook een van jullie grootste concurrenten. Volg jij hen ook op de voet? Ja, tuurlijk. Ik volg eigenlijk de hele Eredivisie wel op de voet. Maar je kijkt altijd met andere ogen naar PSV en Ajax. En Feyenoord dit seizoen. En PEC doet ook leuk mee. Dus het is weer een heel bijzonder seizoen eigenlijk tot nu toe. PEC kan dan nu geen periodetitel meer winnen, want die zijn uitgespeeld, die spelen komend weekend niet. Vind je dat zonde voor de competitie? Was dat misschien ook leuk geweest als zij die eerste hadden kunnen pakken? Ja, waarom niet? Ik denk wel leuk dat het eens een keer andere mensen... Kijk, ik bedoel, ik breng natuurlijk voor eigen parochie, ik zou graag zien dat wij die winnen. Tuurlijk. Maar ik denk dat het mooi is dat je nu ziet dat Feyenoord na één seizoen heel makkelijk meedoet. En ook dat PEC, verrassend weliswaar, gewoon heel goed bovenin meedraait. Dus ja, wat mij betreft was het wel leuk geweest als PEC ook gewoon kans had gehad op die periodetitel. Ja, wellicht ook zeker omdat zij vorig jaar net buiten de boot zijn gevallen bij die kampioenspool. Ja. En nu is er gewoon meer kans, maar... komend weekend in ieder geval voor hen niet. Voor jullie wel. Hebben we het zo over. Rocky, we hebben het hier over techniek inderdaad. Ik zei, kijk nog even die goal terug. Maar jij kijkt natuurlijk ook naar de technische spelers. Van welke speelster geniet jij nou echt heel erg als jij zit te kijken? Ja, kijk, ik moet heel eerlijk zijn. Ik heb de laatste tijd niet veel kunnen kijken. Maar ik blijf dan toch een beetje vallen op, of wedden op mijn oude paard. Om het maar even zo te zeggen. Of pony, want ze is nog heel erg jong. Maakt dat uit. Nee, pony is een heel ander beest. Laat maar. Een veulen. Veulentje. Het is maandagochtend, mensen. Het is een veulentje. Een veulentje. Nee, maar Esmee Brugs. Dat blijft voor mij gewoon een type speelster. Ik ken haar een beetje zo vanaf dat ze 14, 15 was. En een keer op een pleintje in Rotterdam met een bal onder de arm naar me toe kwam. Van, gaan we een keer voetballen. En ik dacht echt, joh, is goed. En om dan te zien wat voor ontwikkeling ze heeft doorgemaakt. Ik vind gewoon dat zij techniek met snelheid... Ik hoop dat ze dat door kan zetten. Maar toen ik nog wel wat wedstrijdjes keek... vond ik wel echt de goal van Bente Jansen, Twente Excelsior... hoe zij eigenlijk zichzelf achter stambeen en dan met links hem er zo in jaagt. Ja, dat is gewoon genieten. En ik vind dat je dat echt ook veel meer terugziet binnen het vrouwenvoetbal. Ik denk dat in mijn tijd, ik ben 37... er echt heel anders voetbal werd gespeeld. En er ook niet echt ruimte daarvoor was. Ik blijf er ook altijd bij zeggen dat ik ook niet de kwaliteiten had, hoor, om nu om te zeggen van, ik had in Nederland zelf te moeten spelen. Zeker niet. Maar ik vind het wel mooi om te zien dat daar meer ruimte voor is. Voor dat soort eigenlijk meer diversiteit aan spelers inderdaad in een team. Ja, ben ik helemaal eens. Ik blijf nog een beetje bij mijn veulentje Esmee. Maar ik moet het weer beter gaan volgen. Ja. Nou ja, het is in ieder geval een kleine brug naar PSV. Die winnen dus met 1-0 van VV Alkmaar. Lucien, als je van tevoren de toto had ingevuld, had je dit nooit ingevuld. Nee, dat had ik niet ingevuld. Nee, toch? Nee, klopt. Maar wat gebeurde daar? Want het bleef heel lang 0-0. Ik dacht ook eigenlijk dat het zou eindigen in 0-0. En uiteindelijk was het bijna zelfs 1-1. Want VV Alkmaar kreeg in de laatste minuut ook nog een ontzettend grote kans. Ja, wat gebeurt daar? PSV blijft een beetje... Ja, ik vind het heel lastig. Ze slaan heel veel het middenveld over. Dat vind ik zonde. Dus ze gaan wel eigenlijk vanuit verdediging. Is het vaak gelijk de aanvalslinie wat ze opzoeken. Maakt het soms wel ook leuk omdat ze wel de kansen creëren. Maar uiteindelijk brengen ze te weinig. Er komt te weinig uit. In die wedstrijd was het overigens enorm veel blessurevallen. Ja. Echt een nare blessure van Kuipers ook in haar gezicht. Ja. Dus hopelijk valt dat mee. Maar het spel lag ook heel veel stil. Wat het ook niet makkelijk maakt om dan in een wedstrijd te komen. Eigenlijk dacht ik, dit wordt eigenlijk een 0-0. En Alkmaar hield ook goed stand. Ik bedoel, ze brachten echt wel energie. En ik had het ook wel terecht gevonden als daar een punt uit. Achteraf, als je overal ziet, zie je dat PSV de kans heeft. Maar ze maken ze ook niet af. En uiteindelijk een corner. En
Nou, ik denk de kleinste vrouw van het veld, met alle respect, kopt hem binnen. Ja. Vind ik dan ook wel weer gaaf. Maar dat mag natuurlijk eigenlijk niet gebeuren. Nee. Ik bedoel, ja, dus, en zeker op dat moment dus scherp zijn als Alkmaar zijn. Als je echt in de laatste minuut nog die tegen, dat is heel zuur. Maar je krijgt zelf en nog een enorm grote kans. Echt wel een open goal was het. Ja, nee, dat was heel zonde. Ja. Heel zonde. Ja. Nou ja, gelukkig voor PSV. En ja, het blijft dus dan ook spannend. Op, ja, precies. Op de hertgang voor hun. Alles nog gewonnen. Alles gewonnen. Ja. Dus ook een soort plek waar je liever niet als club misschien naartoe gaat. Maud, ja, nu wordt dus komend weekend inderdaad die periodetitel beslist. Ja, hoe zie je de kansen van jouw clubpie? Ik denk dat we, ja, dat moeilijk te zeggen. Dit zal de eerste keer zijn dat wij tegen Feyenoord spelen. Wat ik van Feyenoord heb gezien, ja, ik sluit me volledig aan bij Rocky. Ze hebben dat echt gigantisch goed weggezet. Gewoon een heel, ja, degelijk, het klinkt misschien denigreren, maar het is echt een heel degelijk team. En je ziet gewoon dat als je in essentie 98% van je ballen naar de juiste kleur speelt en je hebt een paar accenten qua diversiteit, dus hele talentvolle speelsters, daar zie je gewoon wat je kan doen hier in de Eredivisie. Ja. En dat vind ik wel bizar. Echt heel leuk om te zien. Ja, en vrijdag zal spannend worden. Ik durf daar echt niet iets over te zeggen op dit moment. Ik ben heel erg benieuwd naar die wedstrijd. Ben je erbij? Ik ben erbij, ja. Zeker. Ja. Zeker. Dan inderdaad nog even die 8-0 van Twente. Jij zei het al, nou ja, we gaan vol vertrouwen erheen. Want de start van de competitie was een beetje wisselvallig. Maar ja, het lijkt wel nu weer helemaal goed te gaan, toch? Ja, is wel een beetje een Twente dingetje, denk ik. Als we alle seizoenen terugkijken, dan zijn we in het begin wat langzamer. Komen wat langzamer. We zijn echt van die diesels. Uiteindelijk zijn ze met de schaal. Nu zat het net over die halvering van die punten bij de play-offs. Joh, we hebben wel eens 7 of 8 punten achter staan en toch kampioen geworden. Dus we hebben echt gewoon even wat tijd nodig. En je ziet nu dat het loopt. Je ziet dat Venna en Renate gewoon 7 van de 8 doelpunten maken. Ja. Bizar. Echt heel goed. En en dat we de 0 hebben gehouden, daar ben ik heel erg blij mee. Want ik bedoel, 4-4 bij ADO. Voor ons doen krijgen we relatief veel tegendoelpunten. Maar goed, ja, we hebben een voorhoede die altijd scoort. Ja, maar hier zijn dan twee vrouwen, woman of the match. Ja, dat is super grappig. We konden geen keuze maken. Nee. Ja, als ze met z'n 2 7 doelpunten maken, kan je moeilijk zeggen, jij wel, jij niet. Renate Jansen en Kalman kregen alle twee de eer. En dat vond ik echt al geestig. Dat had ik eigenlijk nog niet eerder gezien. Nee, nou ja, we moesten. Ja, jij kon geen keuze kan maken. Kan niet anders. Ja, ik zat, hier staat dan ook echt in het team bij jullie, want ik was wel benieuwd. En het begon natuurlijk niet heel sterk. Hebben jullie wel altijd inderdaad het vertrouwen van, ja, dit zien we wel vaker. Ieder seizoen, het komt wel goed. Hoe pep jullie elkaar weer op om, zeg maar, daar naartoe te komen weer? Nou ja, we hebben natuurlijk een hele hoop meiden er lopen die al jaren meelopen. En dat is eigenlijk iets wat wij gewoon structureel terugzien. En zeg maar waar dat dan vandaan komt. Maar uiteindelijk weet iedereen, wij komen vanzelf al op stoom. Ja. En ja, dat begint dus nu. Ja, nee, begint dus nu weer zichtbaar gebeuren. Ja. Ja. En hopelijk trekken we dat door naar vrijdag. Ja. Lucien, nog één ding over die 8-0. Want jij wilde dat zojuist ook al even zeggen. Dat het eigenlijk niet mag gebeuren. Want wat zegt dat over Heerenveen? Dat je 8-0 verliest? Ja, nee, ja, ik vind dat wel zorgelijk. Wat Heerenveen, want ik was vorige keer hier, dat ik hier was, ook best wel positief over Heerenveen. Ja. En ze hebben niet heel veel punten behaald. Maar ze laten wel gewoon met energie en altijd. Maar wat ik eigenlijk vrijdag zag, was eigenlijk alleen maar een ploeg die alleen maar achteruit liep. Nooit het moment pakt om het duel aan te gaan. Dus als je achteruit blijft lopen, ja, dan geef je ook een Twente een kans. Dus begin eigenlijk ook een verdedigende positie met 4-4-2. Wat je heel erg zag, is dat de backs van Twente enorm veel ruimte kregen. Dus heel veel opbouws gingen via Marissa Olieslagers. Deze ontzettend goed, trouwens. Ja. Zij kreeg heel veel ruimte, maar daardoor moest er gelijk iemand van Heerenveen uitstappen, waardoor je heel veel ruimte voor Twente al creëert. En ik denk wat Twente heel goed doet, het zijn allemaal geen intikkers die ze maken. Ze schieten van afstand, ze zorgen voor creativiteit. Het zijn echt hele mooie goals die ze maken. Dus dat is ook alle, ja, wat ik zei, ook heel goed van Twente gedaan. Maar het mag niet gebeuren. Het moet echt veel meer, je moet er korter op zitten. Je weet de kwaliteit van een Renate Jansen. Ze wil naar binnen, ze wil die verre hoek zoeken. Ja, daar moet meer. Ja, daarbovenop. Bovenop. Ja. Ja, dat mag niet. Ja. Ja. Maar mis je dan, is dat dan de spirit in het team? Mist het een leider? Of nou ja, je. Ja, nou ja, ik vond in ieder geval de manier waarop van spelen. Want ik denk dat ze het in de tweede helft, zag je ook dat ze iets meer naar 4-4-3. In ieder geval iets meer druk op Marissa gingen zetten. Olieslagers op de rechtsback. Ik vind het niet slim dat ze vanuit 4-4-2 gaan starten en daar eigenlijk de ruimte geven om Twente te laten opbouwen. Want daar ligt hun kracht ook. Dan hebben ze de tijd om te gaan zoeken naar een Renate Jansen, naar een Kalma. Weet je, dan krijgen ze momenten om die creativiteit te gaan opstarten. En dat hebben ze eigenlijk volledig
blootgelegd. Ja, en dat vind ik heel zonde. Want als je dat, als je, ik zou altijd 4-3-3 tegen Twente gaan staan. Ligt dat dan bij die trainer die die keuze nou ja, maakt? Ja, in dit geval wel. Ik was wel benieuwd waarom hij dat op die manier heeft gedaan. Want je zag in de tweede helft dat ze dat wel iets beter deden. Ja, wat je vooral, vind ik, heel erg ziet in de Eredivisie is als je overal druk opzet, dan heeft eigenlijk elke tegenstander het gewoon moeilijk. Ja. Precies. En op het moment dat je natuurlijk, je hebt dan of Marisa Olieslagers, die als die de gezicht vooruit heeft en de middenlijn gepasseerd heeft, dan is zij gewoon heel erg goed. Ja. Ik bedoel, ze is ook niet een back die gewoon alleen maar inspeelt. Nee. Zij zoekt een contact op, ze gaat combinatie, ze heeft een gigantische voorzet. Creatieve speelster. Dus ja, als je daar druk op zet, dan komt dat er in ieder geval niet zoveel uit. Als je dat al vastzet aan het begin, dan komt die bal niet eens bij haar terecht. En dat is iets wat je wel terugziet, overal eigenlijk. Als je overal hoog druk speelt, dan zijn er eigenlijk weinig ploegen die daar makkelijk onderuit voetballen. Dus dat zou ik altijd doen, eigenlijk. Als Feyenoord meeluistert, dan weten jullie wat te doen staat tegen Twente aankomend weekend. En dan is het nu tijd voor de pure energie. Wie heb ik aan de lijnlijn? Het is 2 weken geleden dat onze Wie heb ik aan de lijnlijn werd opgenomen. En die werd opgenomen door de maakster van, nou, misschien wel tot nu toe het mooiste doelpunt in de Eredivisie. Namelijk Cammy Mol van VV Alkmaar. Ze speelde afgelopen weekend tegen PSV. En ik ben benieuwd of die telefoon is doorgegeven. Dus ik zou hem even gaan bellen en kijken of die wordt opgenomen. Bijna net zo spanning als de loting dit. Ja. Ongekend. Of een executie van Wie is de Mol. Ja, dan kijk je ook zo naar de scherm. Ja. Oh my god. Dan heb je echt klotsende okseltjes, kan ik je vertellen. Helaas wordt hij dus nu, ik weet niet of hij is doorgegeven. Nou, Cammy, als je kijkt, reageer eventjes. Waar is die telefoon gebleven? En als iemand van PSV kijkt die denkt, verrek, dat is dat ding dat afging onder in mijn tas. Laat het weten. En volgende week hopen we dan toch weer iemand aan de lijn te hebben. Ja, zo gaat het nou eenmaal. Jammer jongens, dan gaan we door naar jou Maud. Want ja, je hebt een ontzettend lange carrière al bij FC Twente. Je begon als jeugdspeelster en je groeide uit tot vaste rechtsback. En je mocht zelfs als aanvoerster mocht je de kampioenschaal in de lucht houden voor FC Twente. Voor de kijkers op YouTube hebben we daar ook een hele feestelijke foto van. Ja. Dat was in 2019. Daar ben je ontzettend blij. Je bent gewoon, het lijkt alsof de rest er niet staat. Jij bent zo blij. Dit is mijn schaal. Maar als je naar deze foto kijkt, wat voor gevoel brengt dat bij jou naar boven als echte tukker, zeg maar? Als echte tukker, gewoon trotsheid. Maar gewoon, dat seizoen is voor ons, die groep was zo speciaal. In het begin strookte het totaal niet. En ik heb echt heel erg mijn best moeten doen om iedereen bij elkaar te krijgen. We hadden allerlei andere karakters. En op een gegeven moment is daar zo'n switch gekomen en dat was bizar. En toen liepen we en toen gingen we als een jekko en iedereen deed alles voor elkaar. Heerlijk. Dus wij wonnen toen die wedstrijd en dat was heel erg mooi. Vind ik altijd mooi om te vertellen. Yassina Blom speelde toen bij ons en die kwam op de bank terecht. Nou ja, kun je van vinden wat je wil. Yassina had zagrijnig kunnen doen, ze had van alles kunnen doen. Maar Yassina is toen zo belangrijk geweest in al die laatste wedstrijden dat zij ging liggen, mensen ging opnaaien, gele kaarten, weet je, zij rekte zoveel tijd voor ons. En toen stonden we 2-2 en toen kwam Yassina natuurlijk het veld in. Die maakte die winnende. Ja. En achteraf bleek dat ons kampioenschap te zijn. Nou, toen viel alles op zijn plek. Zo was tof. Zo vet. Ja. Ja. Dus vooral die groep die was zo bijzonder. En daarna zijn we nog naar Ibiza geweest met elkaar. Het was heel leuk. Het was echt heel vet. Dus maar mag ik wat vragen? Want jij zegt net van jij hebt heel erg hard gewerkt om al die mensen bij elkaar te krijgen. Ja. Hoe ziet dat er dan uit? Wat doe je dan? Ja, ik ben altijd heel erg bezig met hoe krijg ik alle neuzen, tenminste destijds, de neuzen dezelfde richting op. En je hebt heel veel verschillende karakters. Dus je moet echt je weg vinden. Want één heeft een muur van heb ik jou daar, waar je echt in moet investeren om die te kunnen bereiken. Kijk, als je mensen in het hart kan raken, dan kan je ze voor je laten lopen. Dus ik was gewoon heel erg bezig met het groepsproces. En als je al die meiden ook gaat vragen, dan was ik de helft van de tijd meer bezig met het groepsproces dan met mijn eigen prestatie op de rechtsback. Denk, ja, weet je, als ik die bal maar gewoon naar de juiste kleur speel. En als ik de rest maar zorg dat ik ze of een veer in de reet geef of ze afmaak. Zodat zij zich maar goed voelen. Want ik ben niet degene die de beslissende goals moest gaan maken. Ik moest alleen zorgen dat het team zo
hecht werd en dat het onverslaanbaar werd. Dus daar heb ik heel veel tijd en energie in gestoken. Knap, hoor. En dat gaf mij ook zoveel energie na de tijd dat we toen wonnen. Ja. Dat was bizar. Echt top. Heel gaaf. Maar als ik jou zo hoor, hè, want dit was een foto uit 2019. Daarna krijgen we natuurlijk een coronapandemie in 2020. En jij stopt eigenlijk een beetje in stilte als profvoetbalster. Ja. Dat is ineens, is het voorbij. Ja. En als ik jou zo passievol hoor praten over ditgene wat jij het liefste doet, dan vraag ik me toch af waarom je gestopt bent. Ja, dat klopt. Dat snap ik, dat je dat doet. Ja, kijk, ik heb wel overwogen besluit gemaakt dat seizoen om te gaan stoppen aan het einde van het seizoen. Alleen, ik heb toen in februari die leuke Eredivisie Cup, die toen nog niet zo heel leuk in elkaar stak, omhoog gehouden. En achteraf bleek dat mijn laatste wedstrijd te zijn. Dus je hebt een soort van... ik heb niet die laatste moment gehad in de kleedkamer. Niet de laatste keer op het veld. Niet die wissel. Hoeft allemaal niet groots, maar gewoon bewust ervaren dat je de laatste keer iets kan gaan doen. Dus het blijft soort van een beetje een open dingetje. Dat je bent weggegaan 13 jaar bij FC Twente en opeens was het gewoon klaar. Ja. Dus maar is er nog een opening? Maar misschien kan jij een oproep doen aan onze teneren. Denk jij, Mouten Roetgink kan best lekker voetballen? Ja, maar ik denk, we hebben het hier voor even over gehad, zeg maar. Hè, we missen best wel wat, we missen nog te veel goede vrouwelijke coaches. Ja. En eigenlijk als jij net zegt dat jij mensen in het hart kunt raken, zodat ze voor je gaan rennen. Oh, dat zei ik niet, hè? Nee, sorry. Als je dat kunt. Dat maak ik ervan. Maar dat zie je, want je wordt kampioen. En daar ben je denk ik het smeermiddel onder andere van geweest. Dat als je dat als trainer, als je die eigenschappen hebt, dat is natuurlijk iets wat Sarina ook heeft. En we zeiden ook, dan moet je ook nog tactiek kennen. Ja. Maar dat is iets waarvan ik denk van toch? Ja. Nee. Als het niet meer als speelster is, dan langs de lijn als trainer. Ja. Nou ja, ik ben gewoon van overtuigd dat je in de vrouwenvoetballerij, als jij 23 vrouwen moet managen, dat is zo lastig. En dat is echt, op basis van karakter kan je zoveel doen dan. Want er hoeft maar één rotte appel bij te zitten en je wordt gewoon niet kampioen. Dat is gewoon wat ik na 6 kampioenschappen heb je wel een klein beetje zo'n fingerspitsing gevoel. Ja. Zeg maar. 6, hè? Zes. Dat is op zich een goede score, ja. Zeker dat je, wel. Heb je een beetje zo'n gevoel van, is hier weer potentie voor zo'n groep? Klopt dit weer? Is die balans er weer? En toen voelde ik wel dat die balans er zou kunnen zijn, maar was er nog niet. Dus als je daar dan aan gaat werken en dat valt op de juiste plek. Dat is veel mooier dan de mooiste goal die ik ooit heb gemaakt. Als je dan zo'n iets als team kan bereiken. En dat vind ik gewoon, dat is top. Ja, maar waarom ben je dan gestopt? Nou ja, dat heeft te maken gehad met een aantal redenen. Waaronder, destijds waren de financiële vergoedingen gewoon nog niet. En dan praten we over 1,5 jaar geleden, hè? Ja, bizar. Echt bizar, inderdaad. De bodem van mijn spaarpot kwam gewoon in zicht. En op een gegeven moment moet je dan gaan denken, wat ga ik doen? Ja. En achteraf blijkt nu, we hebben nu een cao ingevoerd bij FC Twente. En als ik kijk naar wat de meiden dan nu verdienen, dan is dat al bijna... bijna dubbele. In die tijd is er al best wel wat gebeurd. Ja, maar goed, dat wist je op dat moment niet. Nee, je moet een keuze maken. Ik wist ook niet dat ik ging stoppen en dat ik eigenlijk half ging stoppen en een wedstrijd en doei Mout en dat was het, weet je? Dus dat weet je niet. Je maakt een keuze op basis van, ik denk dat dit het gaat zijn voor de toekomst, dus dan moet ik dit gaan doen. Nou, en achteraf blijkt het dus een beetje anders te zijn. Ja, want nu zit je in een commerciële rol bij de club. Ja. Wat houdt het precies in? Nou, dat alles wat met commercie en FC Twente vrouwen te maken heeft langs mij gaat. Dus van sponsoring tot bijvoorbeeld Sterre Kroeze, die heeft 100.000 volgers op Instagram, die allerlei aanvragen krijgt. Nou, dat is zo. En een beetje manetje van alles. Ja. We hebben ook nog niet zo'n dusdanig grote bedrijf, zeg maar. Wij zijn met 2 fulltimers. Mm-hmm. Dus we hebben een operationele en een commerciële en alles wat ertussen invalt. Dus van NS-pasjes tot, doen we allemaal erbij. Dus wij zijn echt aan het proberen nu ook om stapjes te maken in de professionalisering, ook op de achtergrond. Dus Dat mensen dat dus ook... Ja, zeker cool. Ja. Zeker. Ik ben een fundering aan het leerleggen waar FC Twente vrouwen hopelijk de komende jaren van... van kan profiteren. Ja. En wij zijn natuurlijk destijds als eerste met de financiële malaise eraf gesneden. En sinds kort pas weer officieel terug bij FC Twente. Dus we moesten ook vanaf de bodem weer starten. Dus voor nu heel cool, zeker. Ja, je zegt voor nu heel cool. Ja. Je hebt meer interesses dan alleen voetbal.
Mode is een ding. Ja. Rocky heeft jou wel eens de meest modieuze speelster van de Eredivisie genoemd, Rocky. Rocky is bezig met mode. Maar zit daar nog wat ook voor jou in? Nou ja, kijk, Rocky even, misschien kunnen we een leuke samenwerking stoppen. Ja, wie weet. Daar zit een markt in. En jij bent er dus, jij bent er echt ook wel bewust mee bezig. Ik vind meer kleding gewoon leuk en ik krijg er een hoop van en ik trek het aan. En prima, weet je wel. Maar ik denk als je kijkt naar wat Leone Stendler natuurlijk jaren geleden is begonnen. Met Leona, nou ja, daar zat gewoon heel veel in. Ja. Maar je kunt het natuurlijk ook weer op een... als je het alleen maar op streetwear of leisure buiten het veld doet... Ja, dat zou ook heel... Want er zijn genoeg modieuze voetbalsters. Zeker ook als je internationaal kijkt. Wat er allemaal rondloopt. Daar is echt wel vraag naar. En er zijn heel... Ik bedoel, het is een cliché. Maar wij vrouwen vinden mode natuurlijk wel extra leuk. Ja. Ja. Sorry, ik ben hier lekker bezig. Ja. Je tikt hem even af. Ja, precies. Nee, maar goed, dat is dus lastig. Want je hebt ook veel interesses. Als je nu vraagt, denk je dat je nog verder kunt groeien inderdaad bij Twente? Ik denk wel dat ik op... ik denk dat ik verder kan groeien bij Twente, maar ik ben ook vanaf begin af aan open geweest over het feit dat ik niet weet of ik een commerciële functie voor een langere tijd wil. Ik ben ook niet opgeleid om commercieel te zijn. Had je het product FC Twente Vrouwen ingeruild voor een ander product en dan mode achterwege gelaten, had ik het niet kunnen verkopen. Nee. Want het is dat ik heel passievol ben daarover, maar in principe ben ik er niet voor opgeleid. Dus ik heb wel echt heel open ook gezegd van, oké, voor nu vind ik het leuk. Ik wil een basis neerleggen waar zij vruchten van kunnen plukken jarenlang. En daarna ga ik wel verder kijken. En dat heb je gelijk bewezen. Ja. Met sponsoren binnenhalen. Ja. En, ik heb mijn best gedaan. Ja, met het verhaal. Ja, precies. Want dat doet ze ook zelf. Ja, maar ook ze zegt ook, weet je, het dubbele salaris wat nu zichtbaar is. Maar dat is ook mede omdat zij nu op die functie zit. En zorgt dat er weer geld is. Super tof. Dus ja, het is ook... Nou ja, en jij doet ook vrijwillig je werk, hè? Dus dat, en jij zegt ook van NS-pasjes tot sponsors binnenhalen. Dat is zo breed. Ja, en dat moeten mensen ook echt beseffen. Een soort van, ja, dat komt niet als vanzelf. Nee, en los van dat jullie allebei zoveel tijd in alleen al de sport zelf als speelster hebben gestopt, zeg je nu ook van, ik keer mijn rug niet, ik ga daarmee door. Ja. En ik vind dat echt super tof. Ja. En heel belangrijk. Ik vind het heel knap. Ja, maar er moet wel echt meer geld komen, want kom op. Als je kijkt. Je hebt geld. Meer geld. Kom op. Ja. Nou ja, top Maud. En wie weet trainer. Eigenlijk kun je alle kanten nog op. Als jij het weet, weet ik het. Ik kan het je nog niet vertellen, helaas. Ik ook niet. Nee. Nee, maar goed. En tot slot, voetballen zelf actief? Ligt het helemaal niet, kan het niet meer? Ja, het kan zeker. Ik ben niet opeens kreupel geworden. Nee, maar, je bent hartstikke fit. Je loopt hier de trap op. Ja, niet normaal. Daarom. Ja. Nee, ik heb het geprobeerd. Ik ben met een vriendinnetje van mij op eerste klasniveau een wedstrijdje proberen te voetballen. Maar na 5 minuten dacht ik, wat doe ik hier? Nee, dat is niet te vergelijken. Nee. Dus zeg nooit. Ik weet het niet. Nee. Als jij het weet, weet ik het. Nee. Dat is mijn antwoord. Ik wilde je net een plek aanbieden bij mij, maar vijfde klasse is, dan gaat het helemaal niet lukken. Aalto is nog een handje. Aalto, nee, daar voetbal ik niet meer. Maar Aalto is nog zelfs ook voor jou te ver. Nee, dat is dezelfde afstand, Utrecht-Aalto. Oh ja? Ja. Nou, wie weet. We kunnen het er nog eens over hebben, maar ik denk dat je nu beter op je plek zit dan in Aalten. Denk ik ook. Voor Maud is misschien FC Twente misschien wel de mooiste club van Nederland. En wij zijn op zoek naar de allerleukste club van Nederland om als dame of meisje bij te voetballen. En iedere week nomineren wij een club. En deze week is dat Fien Vermeulen die dat gaat doen. En die kun je kennen van Q Music en Wendy Online. Welke club voegt Fien toe? Hi allemaal, Fien Vermeulen hier van VV Hooglanderveen. Ik speel daar in de Dames 1 en ik vind het de allerleukste club die er is, omdat iedereen gewoon bij ons welkom is. Er voetballen allemaal verschillende soorten mensen, van mensen die supergoed zijn, tot mensen zoals ik, die het absoluut niet kunnen. Ik speel al 4 jaar in de spits en ik heb nog nooit een goal gescoord. Nee joh. Wat doe je dan in de spits? Fantastisch. Fien, je kunt ook ergens anders gaan spelen, hè, Fien. Je kunt ook een andere positie nemen. Ja, zou het zeker overwegen. Ja, nou. Luister naar Maud. Als je niet scoort. Nou ja, ook belangrijk in de kleedkamer, denk ik dan. Ja, hè? Ja toch? Niet onderschatten. Ja, niet te onderschatten. Nou ja, mocht je denken, wij zijn leuker dan VV Hooglanderveen, stuur ons een videootje van maximaal 1 minuut naar talkshow@kvb.nl. Of upload je video op Instagram met hashtag leukste club. Want aan het einde van het seizoen, dan kom ik een award uitreiken. En dat wordt één groot dik feest in die kantine. Zoek je dus nog een MC? Ja? Ik zoek nog een MC en nog clubs. Wie zou jij nomineren? Clubs? Ja? Nou, een amateurclub? Jeetje, wat ik dus zeg. Ik ben op mijn 22e gestopt.
En ik ben 37. Dus ja, amateurclub. Mijn laatste amateurclub was Wardburgia. En ik weet niet hoe leuk zij nog zijn, maar dat was toen een hele leuke club. Dat was toen superleuk. Volgens mij zijn die nog best wel leuk, maar ik weet het niet. Nee. Ja. Nou, als ze het ermee eens zijn, kunnen ze altijd insturen. Ja. Wat jij zegt. Ja, absoluut doen. Ja, Roekie, we hadden het net al over Fella Street. Daar heb je dit weekend iets heel moois mee laten zien, wat jij er allemaal mee doet. Maar leg ons nog even uit wat je eigenlijk daar allemaal doet. Ja, het begint eigenlijk met voetbal. Dat is mijn instrument. Daar kan ik heel makkelijk verbinding mee maken. En we werken met jongeren die te maken hebben met sociale uitsluiting, met dat fenomeen. Nou, in het kort heeft dat te maken met dat je eigenlijk minder kansen hebt op basis van, kan van alles zijn, je huidskleur, religie, gender, je postcode. Dat zorgt er eigenlijk voor dat je minder kans hebt op goed onderwijs, op een baan, je netwerk wat kleiner is. En wij willen eigenlijk ervoor zorgen dat heeft impact op je zelfbeeld, hoe je naar jezelf kijkt en wat voor doelen je voor jezelf stelt. En ik maak eigenlijk altijd, ik zeg altijd klei in de oren, zeg maar. En vaak wordt er vanuit de omgeving op dat soort jongeren geprojecteerd. Jij kan dit niet of jij mag dit niet. En dat zegt dus, daar vorm je je zelfbeeld mee. En wij poetsen eigenlijk een beetje die spiegel op, waarbij je in die spiegel kan kijken en kan denken van, hey, wacht even, ik ben wel iemand. Ik mag er zijn, inderdaad, en ik kan iets. En dat is voor die jongeren extra belangrijk. En die methodiek die hebben we eigenlijk door de jaren heen ontwikkeld. Onder andere ook met Laura Jonker. Die heeft hier ook bij de KNVB gewerkt, gespecialiseerd op zelfregulatie. En eigenlijk met haar hebben we die methodiek onder andere ontwikkeld, omdat ik eigenlijk vanaf mijn 16e al onder andere in Amsterdam Zuidoost, in West, met jongeren werkte en met voetbaltraining gaf. En eigenlijk door al die jaren heen best wel wat kennis heb opgebouwd. En nu vind ik dat we echt wel op een soort punt zijn gekomen waar we ook echt wel kunnen zeggen van, hey, dit wat we doen is gewoon een ijzersterk concept. We werken met vrouwen, veel ex-topvoetbalsters. Bushra Moudou, die heeft nog, natuurlijk kennen jullie misschien ook nog wel. Noora van der Sluis, die is een van de trainers bij ons. Maar ook Celeste Plak, volleybalster, die zit nu dan in Japan. Maar we hebben wel vrouwen met een topsportachtergrond en met een niet-westerse migratieachtergrond en met een hele grote passie voor jongeren. En wij hebben een speciale focus op meiden. Nou, dat was een hele hoop informatie. Maar dat is gaaf wat we met Fella Street doen eigenlijk. Je kunt het ook niet in één zin uitleggen. Nee, dat is lastig. En jij bent daar zo gepassioneerd. Ja. Ik vind dat zo ontzettend mooi om te zien. Dankjewel. Dat je die jongeren echt iets teruggeeft door middel eigenlijk van voetbal en natuurlijk de hele organisatie eromheen. In hoeverre heeft voetbal datzelfde ook voor jou gedaan? Ja, heel veel, maar ook heel veel in negatieve zin als ik kijk naar mijn zelfbeeld. Dus ik heb wel echt te maken met heel veel te maken gehad. Ik denk wij allemaal wel, hè, met seksistische opmerkingen op het moment dat je als enige meisje tussen allemaal jongens op het voetbalveld staat. Ik heb helaas ook nog bij een team gespeeld waarbij de jongens niet mijn rug hadden, zeg maar. Dus dat is dan extra ingewikkeld. En even kijken. Ja, dus dat heeft mij best wel, het heeft me en onzeker gemaakt. Het heeft me ook een dikkere huid gegeven. Maar ik zeg wel ook altijd van, dat ook fijn geweest als je vanaf het begin wel gewoon werd gevierd als vrouw die voetbalde. Maar ik had nooit durven dromen, als ik terugkijk, dat ik host van de MC, van de Oranje Leeuwinnen mag zijn. Maar ook inhoudelijk met de UEFA en met Nike en dat soort mensen mag werken. Dus ik ben nog steeds heel actief betrokken bij het vrouwenvoetbal. En ik heb gewoon totaal mijn eigen baan gecreëerd. En dat mag ik met voetbal doen. En ik mag ook nog wat teruggeven aan een ander. En om daar ook nog even wat bij aan toe te voegen, in principe doe ik dat ook allemaal nog vrijwillig vanuit Fella Street. En nu krijgen we eigenlijk pas voor het eerst dat de gemeente Amsterdam zegt, dit is zo'n goed initiatief. Ja. Je moet gewoon geld. Je moet heel veel jaren eroverheen gaan. Hè? Precies. Ja. En je had het over NS-pasjes. Ja, ik heb precies hetzelfde. Ja. Ik heb app-contact met jongeren in Haiti, Brazilië. En een jongere uit Curaçao heeft een wielnaaf nodig voor haar auto. Ja. Dan ga ik dat regelen. En je haalt de sponsors binnen. Ja. En je organiseert. Ja. Maar wij vrouwen zijn heel goed, dus wij kunnen dat. We kunnen heel goed ballen hoog houden. Ja, absoluut. Ja, wat dat betreft, dat kon ik wel redelijk een balletje hoog houden. Dus. Ja, dat sowieso. Dat sowieso. Maar het is niet alleen in Nederland, hè? Nee, klopt. We werken ook nu actief op Curaçao. We zijn niet meer actief in Haiti en Brazilië. We zijn echt alleen actief in Amsterdam en Curaçao en in Soedan. Maar dat is natuurlijk een moeilijk verhaal nu met de situatie daar. Maar wat daar wel heel tof aan is dat in Soedan, even heel snel, ga ik heel snel praten. In 2019 voor het eerst begonnen en daar is in november ben ik daar geweest. September 2019 is daar de allereerste vrouwenvoetbalcompetitie ooit neergezet. Door vrouwen dus daar. En, want als je even in de geschiedenis duikt, 30 jaar lang dictatorschap van Al-Bashir.
afgezet, vrouwen een belangrijke rol in gehad. En die gaan meteen die competitie starten. 20 teams. 20 teams? Ja, er werd al lang gevoetbald natuurlijk. Ja. Maar, ja, allemaal een beetje zo achteraf. Ja. En als je dan met dat soort vrouwen mag werken, dan denk je echt, wauw, oké. Hier in het Westen vinden we het ingewikkeld al, hè, met equal pay en van alles en nog wat. Maar al ga je een klein stukje naar Oost-Europa, is het al heel ingewikkeld. Nou, dan heb je, als je het over Soedan hebt, dan... Maar toch al die vrouwen nog steeds... We gaan gewoon voetballen. Ja, dat is toch fantastisch, Robbie? Ja. Maar heb je dan niet af en toe... Jij doet zo ontzettend veel en dan... Als je al een keertje thuis bent, dan ga je een keertje in je bed liggen. En heb je dan niet eens dat je af en toe echt ontroerd kunt raken door hetgeen wat je doet? Moet ik echt een moment voor pakken. Dus ik was in september dan even 5 dagen in Portugal. Dan kan ik ook echt bij de emotie komen. En dan kan ik ook echt heel emotioneel zijn. Dus dan kan ik even zo 3 dagen lang lekker even gaan janken. Op een goede manier. Heel goed. Gewoon heel even goed. Alles eruit. Trots. Ja, omdat je echt op een sneltrein zit die niet stopt. En dat zullen we allemaal wel herkennen. Maar het vieren van je succes is zo ontzettend belangrijk. Ja. En zaterdag had ik wel echt zo'n moment. Ja, ik wou het zeggen. Toch, dat je daar zat en ik zat naast Bettina en we hadden echt zo, we hadden zo'n toffe zaal. Net al gezegd, we hadden mensen als Badr Hari, Anouk, Kees de Koning en dan Edson Braafheid en al die meiden. Iedereen zit daar, dan denk je wel echt, hey, fuck man, dit hebben we gewoon neergezet. Ja. Dat is heel tof. En nu moet er ook gewoon, net als bij het vrouwenvoetbal, nu moet er ook gewoon serieus geld bij komen, zodat je impact kunt vergroten. Ja. Uiteindelijk gaat alles om geld. Want is dat jouw grootste doel, om dat inderdaad uit te breiden tot... Nou ja, tot waar het niet meer kan, zeg maar. Tot het einde van de wereld. Wat vooral mijn doel is dat het niet meer aan mij hangt, zeg maar. Want nu is het nog te veel dat als ik bijvoorbeeld nu ziek zou worden... of even eruit ligt, dan stopt het grotendeels. Ja. Dus voor mij gaat het er meer om dat het los van mij komt te staan. En daar zijn we nu echt mee bezig. En voor mij gaat opschalen altijd gepaard met... ik wil geen kwaliteit. Ja, precies, kwaliteitsverlies. Ja. Nee. Ja. Dus het is niet zo nu als Amsterdam zegt... hey, je doet het nu in Amsterdam-West. Kun je het in de hele stad gaan doen en kun je ook naar Rotterdam? Dan zou ik zeggen, hold up, nee. Dat lukt niet. Yes. Ja, dan moet ik eerst... En dat is ook weer heel vrouw-eigen, denk ik. Ja. Maar dat is wel echt waar ik voor sta. Die kwaliteit kleinschalige persoonlijke aanpak. Ja. Dat is moeilijk op te schalen. Maar het moet wel overdraagbaar gaan worden. Ja, precies. En je moet dan... Het is eigenlijk een beetje zoals Feyenoord. Goede basis. Ja. En dan kun je uitbouwen. En dan gaan we gassen. Ja, linkerbaan. Linkerbaan door, ja. Hey, en Rocky, als het nou helemaal niks meer wordt... Het loopt op een gegeven moment helemaal spaak... dan kun je altijd nog ook gewoon covermodel worden. Een fotomodel. Ja, blijkbaar. Want ik zag dus gewoon een foto van jou in de jam. Oh my gosh. Covermodel. Wacht even hoor. Maar Nee, maar hoe was het om dit te doen? Want dit is vind ik heel grappig. Want jij bent toch altijd heel... je hebt altijd je streetwear en je gewoon cool ziet. En dan ineens zo zacht, vrouwelijk en dan helemaal 100.000 foto's. Hoe was het om dat te doen? Dus het lijkt mij een andere kant van jezelf. Maar misschien is dat het wel helemaal niet. Ja. Maar ik heb wel echt door wat ik net vertelde, wat ik allemaal heb meegemaakt in mijn jeugd met al die seksistische opmerkingen. Ik ben best wel lang. En weet je wel, altijd wijde kleren aan. Ja, manwijf. Ja. Dus ik ben veel later pas in aanraking gekomen met mijn vrouwelijkheid. En ben ik dat pas veel later gaan omarmen. En voor deze shoot hadden ze een moodboard gemaakt. En toen zei ik eigenlijk zelf van, ik wil eigenlijk ook wel dat er een jurk in zit, zeg maar. Want als dat goed gestyled wordt, dat moet je dus niet aan mij vragen. Dat kan ik niet zo goed. Dan wil ik het wel aantrekken. En dat is eigenlijk de eerste keer in mijn volwassen leven dat ik een jurk aan heb gehad en me daar comfortabel bij voelde. Ja. En de hele setting klopte gewoon. Dus de visagist, die kende ik al. Is een kennisje van mij. De fotograaf was super chill. De styling was gewoon super goed. En dit hebben we echt in al die foto's. Ga het echt absoluut checken. Check het anders gewoon bij de Albert Heijn. Kijk naar die foto's. Je hoeft het niet te kopen per se. Maar het is in een paar uur geschoten. We hebben wel echt, zeg maar, de hele dag erover gedaan. Maar ik voelde me super comfortabel en heel erg in mijn kracht. En dat kun je denk ik wel zien. Ja, ik ben heel trots op. Ja, ik wil zeggen, toen je het voor het eerst zag, is dan ook een totaal ander, inderdaad, letterlijk beeld van jezelf. Maar was je er inderdaad gelijk door gegrepen? Ja, ik was echt heel blij. Ja, want als je dus kijkt naar de cover en als je kijkt naar de originele foto, dan is er niet zo gek veel geshopt. Dus dat vond ik ook heel tof, weet je? Dat het niet... Ik ben dat Dit ben jij. Nog dat steeds. Ben jij Ja, dus je ziet het aan mijn hoofd dat ik ook echt zo nog steeds niet geloof. Ja. Net als op die eerste rij bij die UEFA-loting zitten. Ja. En dan dit. Denk ik soms echt zo van, hè, weet je, knijpen, is dit mijn leven? Ja, ik ben heel blij met het zelf allemaal voor elkaar gebokst. Ja. Dus je mag er echt trots op zijn. Ja, dankjewel. Ja.
We hadden ook kijkers die allemaal vragen hebben ingestuurd voor jou. Charlotte Buijs wilde heel graag van jou weten wie voor jou een inspirerende voetballer of voetbalster is. Ja, ik denk dat dat voor heel veel sowieso Megan Rapinoe ook is. Hè? Maar ik vind nu ook zeker Nadia Nadim is iemand die ik best wel wat beter ken dan alleen maar van ja, goed, daar heb ik best wel wat dingen mee. Sorry, zij zit ook in jouw podcast, toch? Ja, ja, dus ik vind het heel tof dat eigenlijk wij vrouwen, heel veel van ons, bijna allemaal, los van gewoon ontzettend goede voetbalsters zijn, ook gewoon activist zijn naast dat veld, zeg maar. En ook naast dat veld gewoon eindbazen zijn. En dan wil ik er nog wel iemand noemen. Ik vind Pernille Harder ook zo iemand die zich en uitspreekt en gewoon ja, echt een verschrikkelijk goede voetbalster is. En zo zijn er nog wel meer. Maar dat zijn even de eerste drie namen waar ik dan opkom, zeg maar. Ja, ik denk dat Charlotte, ik ben zeker met Rapinoe, dat is heel raar natuurlijk. Hè? Ik word zo vaak met haar vergeleken. Ik doe een keer met haar roze, denk ik. Ja, ja, ja. Het lijkt me, maar ik denk niet dat het mij staat. Maar nee, ik snap het helemaal. Ja, als het haar staat, dan staat het jou ook. Ja. Dat is jongens. Ja. Ik ga ervan blozen. Zo is het ook maandagochtend. Laatste vraag, Rocky. Als we kijken naar 10-jarenplan. 10-jarenplan, ja. Hoe ver ben je dan met Favela Street? Of misschien ben je wel een televisiecarrière begonnen? Oh ja, of, nee. Dat is wel grappig na zo'n Wie is de Mol. En dan krijg je allerlei televisieaanvragen. En ik merk gewoon, daar ligt mijn ambitie niet. Nee. Als het iets is waar ik met Favela Street kan doen, dan wil ik dat doen. Dus Wie is de Mol was natuurlijk wel ook een uitzondering. Maar dacht ik wel ook, groot podium, als ze mij leren kennen. En als ik dan misschien win, kan ik misschien nog wat over vertellen. Dus dat was een beetje mijn drive. Ja. Nou, hè? Gewoon iedereen geëlimineerd daar. Gewoon eindbaas. Ja, ook nog in de FIFA. Maar, voor mij gaat het eigenlijk om wat ik net zei. Het moet los van mij komen te staan. En binnen nu in 10 jaar moet dat toch wel een team van mensen zijn. En dus een kledinglijn met Maud. Ja, Maud. Waar het wel niet goed gemaakt. Wat ga jij doen? Ja, we gaan er even. Dus jij en ik gaan ook eens beginnen. Kledinglijn. We gaan iets met voor de kijkers. We gaan iets met spijkerpakken doen. We hebben vandaag alle twee aan. Dus zoiets gaan wij doen. Nee, dankjewel Rocky. Heel mooi verhaal. En blijf vooral doorgaan met inspireren. Want ik denk dat je dat heel goed kunt. Dankjewel. Ja. We zijn bijna aan het einde gekomen van deze aflevering. En als je iedere week luistert en kijkt, dan weet je dat je nu moet opletten. Want dit is het moment dat ik de cadeaus ga uitdelen. Want we kunnen namelijk FIFA 22 kon je winnen. Rocky, jij bent daar ooit inderdaad eindbaas in geweest. Nu zit je er niet meer in. Maar ben je nog een gamer? Of, totaal niet. Nee? Nee. Ik heb ook nog nooit met mezelf... maar niet met de PlayStation. Het is maandagochtend. Niet in dat spel. Nee. Je hebt nooit gescoord met jezelf in FIFA 20. Nee. Nee, want ik zou niet eens mezelf kunnen verslaan. Want je moet mij eerst verslaan. Jij moet jou verslaan. Ja, en ook rectificatie. Want ik word inderdaad altijd neergezet als de eerste vrouw binnen FIFA. Ik weet heel goed dat ik dat niet ben. Want er waren heel veel andere vrouwen al binnen FIFA. Maar wel in het straatvoetbal. Ah ja, sorry. Zei ik dat weer verkeerd? Nee. Oh, dan hoef je in ieder geval niemand te mailen vandaag. Ja, snap je? Dat heeft Rocky net gezegd. Efficiëntie, hè? Nou ja, FIFA kon je winnen als je reageert op onze Instagram-post wie er beter zou zijn in FIFA, namelijk Claudia van den Heiligenberg of Lucie Akkerman. En de winnares is geworden Fenneke-06, dus ik ga ervan uit dat je Fenneke heet. Want die zei dat ze dacht dat Claudia van den Heiligenberg zou winnen, omdat Claudia meer levenservaring heeft en dus weet wat ze moet doen. Nou, dat is een heel goed antwoord. Dus Fenneke, het spel komt zo snel mogelijk jouw kant op. En deze week mogen we ook weer wat weggeven. Iets wat jij hebt meegenomen, Rocky. Ik pak het er even bij. Pak jij het er even bij. Kleding. Kan ook uiteraard. Wel een, moet ik erbij zeggen dat het een klein maatje is. Zwart is altijd goed, toch, Mau? Ja, zwart is altijd goed. Kleed dat goed af. Ja, nou, we hebben hier een broekje. Even zo. Ja, mooi. Van Favela Street. Een broekje. Een broekje. En een shirtje. En een shirtje. Voor als je nog heel klein bent. Het is XS women's maat. Maar dat maakt niet uit. Als je denkt van... Als je 1,63 bent zoals ik, dan pas je het. Dan pas je het sowieso. Wat moet degene hiervoor doen om dit te winnen, vind jij? Oh, moest ik dat voorzien? Nou ja, in ieder geval moeten ze ons volgen. Oké, sowieso volgen. Wat moeten ze... Een comment. Even kijken. Nou, dan... jeetje, help me. Ja. Misschien kun je reageren. Ik bedoel, Rocky inspireert heel veel mensen. Ik bedoel, wat heeft voetbal jou gebracht? Ja. Wat heeft voetbal jou? Nee, ben ik niet wel. Ja, dat is goed. Nee, dat is Rocky, goed. Bedankt. Nee, ja, als je nog iets beters hebt, heb je nu 10 seconden. Goeie vraag. Ja. Hoe heeft...
Ja, oké. Okay, hoe voetbal jouw leven verandert, dat wilde je liever, hè? Nee, ja. nee, gewoon wat jij net zei. Nee, oké. Okay. Nee, dan doen we dat. We maken een post op Instagram en daaronder kun je reageren. En de winnaar, die maken wij volgende week bekend van dit super toffe setje van Favela Street. Het is heel uniek, dat kun je niet kopen. Het is allemaal heel speciaal. We nodigen Rocky iedere week uit. Het is echt een soort winkel. Dit soort uitverkoop is het. We hebben nog 1 minuutje, jongens. Dus aan het einde van het seizoen reiken we de beste speelster award uit. En er wordt altijd aan tafel gestemd op de beste speelster van deze speelronde. En daar hebben jullie 1 minuutje voor. Dus Rocky, take it away. Ja, mij is verteld dat Fenna Kalma dat moet zijn. 4 doelpunten. Ja, dankjewel daarvoor. Oké, die is vergeven. Fenna Kalma heeft nu 2 nominaties achter haar naam staan. Ja, mag dezelfde of... Als ze zo goed is, dan mag het. Ik kon er niet omheen. Fenna Kalma. Zeker Fenna Kalma. Ja. Nee, ja. Vraag je aan mij. Ja. Je kunt Fenna ook nog Renate Jansen zeggen. Ik ga voor Fenna. 4 goals. Kan niet anders. Fenna Kalma, met deze heb je 3 stemmen erbij. Dat brengt jou op 4. Dus wie weet win jij aan het einde van het seizoen wel die award. Volgende week stemmen we weer. En dan zijn we er ook weer natuurlijk. En dan hebben we onder andere Manon Melis van misschien op dat moment wel de eerste periode kampioen Feyenoord te gast. Leuk dat je erbij was. En tot volgende week. Woo! Sesame.